Iedere ondernemer die iets maakt, ontwerpt of construeert, moet op een bepaald moment keuzes maken over de conservering, het uiterlijk van het product of over de eigenschappen van het oppervlak. Deze oppervlaktebehandelingen zijn vaak de laatste handelingen aan een machinaal product. Daarmee zijn ze essentieel voor de uiteindelijke kwaliteit. CZL Tilburg biedt met de diverse oppervlaktetechnieken een oplossing voor vrijwel elk probleem. Hoe zij dit doen, vertellen Arthur Hendricks en Jeroen Heida. Klanten stellen regelmatig de vraag of wij in staat zijn proceskritische delen te behandelen vanuit diverse hoeken. De petrochemie, medische sectoren, hydraulica, luchtvaart. Daarvoor zijn diverse processen in de markt. Een van die processen is high-speed laserkledding, gevolgd door rondslijpen. Het slijpen is voorwaardelijk om vanuit een gekledde laag een eindproduct te kunnen maken, wat bruikbaar is. Om te kunnen voldoen aan de vraag vanuit de markt is het voorwaardelijk dat je beschikt over gekwalificeerde medewerkers, een hoogwaardig machinepark, zodat je de kwaliteit kunt borgen, een diversiteit aan oppervlaktebewerkingen en een one-stop shopping, zodat je de doorlooptijd sterk kunt beperken. Nou, er zijn verschillende technieken om onderdelen te repareren. Een en ander is een beetje afhankelijk van de geometrie, de laagdikte, het type laag wat aangebracht dient te worden. Nou, een van die methodes zou kunnen zijn door middel van een thermisch spuitproces, een HVUF-proces bijvoorbeeld. Traditioneel hardchroom is ook een methode om delen te herstellen. Een andere techniek is het ultra high-speed laserkledden. Bij het conventioneel laserkledden gebruik je 80% van je energie om een smeltbad te genereren en 20% om toevoermateriaal om te smelten. Bij dit systeem is dat precies andersom. Dus je gebruikt eigenlijk 80% om van tevoren eigenlijk al je poeder om te smelten en 20% om nog een smeltbad te genereren. Met die techniek is het daardoor mogelijk om compleet vreemde materialen met elkaar te verbinden. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld koper op staal of titaan op staal. Met dit systeem is het ook mogelijk om zowel inwendig als uitwendig te kledden. Uitwendig doen een hele hoop klanten, inwendig is een ander verhaal. Dat is mogelijk in een diameter van rond 90 en dan 1000 mm qua lengte. High-speed laserkledden biedt de mogelijkheid om door middel van een hoge poederefficiëntie materiaal aan te brengen. Materiaal is geschikt voor frictievermindering. Door de warmte-inbreng minimaal te houden kun je voorkomen dat je product vervormt. Het proces is in die zin is het duurzaam en het is milieuvriendelijk.